Equate Groene Ruimte is een onafhankelijk kennisbedrijf voor overheden en boeren in het landelijk gebied. Onze specialisten hebben kennis van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling. We zijn vandaag in de Noordoostpolder op het bedrijf van Laurens Kamp, een akkerbouwbedrijf. En we gaan daar vandaag de bodemconditiescore invullen. We weten uit recent onderzoek dat 40-60% van de akkerbouwgronden last hebben van bodemverdichting. Wat is bodemverdichting dan? Bodemverdichting, daar verstaan we onder dat de worteling van gewassen beperkt is of niet mogelijk is. Of als er tijdelijk water stagneert op verdichte lagen. Nou, zullen we hier eens even gaan kijken? Om inzicht te krijgen in bodemstructuur, bodemverdichting, gebruiken we de bodemconditiescore. Dit is een tool waarbij we kuilen graven en bodemstructuur van de verschillende lagen beoordelen. Nou, hier zien we zeg maar, de bovenste laag. Dat is ongeveer de ploegdiepte 20, 25 centimeter, schat ik zo in. De grond is los en je ziet hier ook mest dat omgewerkt is. Hier hebben we zeg maar, eigenlijk ja, de ploegzool, een verdichte laag. We zagen ook in de kuil, dat zie je hier ook nog, dat er water op die laag staat. En wat heel kenmerkend is voor deze laag, dat die verdicht is. Je ziet zeg maar, dat hij een beetje platig uitvalt. Hij is blauw, maar hij is ook droog. Dat is apart. Je zou zeggen, hey, die grond is droog, dat is geen probleem. Maar eigenlijk is juist die droge grond, die grond is zo vastig maar gereden, dat het water er niet in kan. De poriën zijn dichtgedrukt. Waardoor het water er niet in kan en erop staat. Dat zie je ook hier, dat die nat is. Daar staat het water op die verdichte laag. Dus vast, een beetje blauw-grijze kleur, zuurstofloos, kenmerkend en heel platig. En dan hier, dat zie je ook heel duidelijk, dat is een schep uit de ondergrond. We hebben dat al een beetje uit elkaar getrokken, maar je ziet dat die grond heel rul is, hele kleine kluitjes. Dat is de natuurlijke structuur zoals we dat in de ondergrond aantreffen. Er zijn vele manieren om de bodem te verbeteren. Op hoofdlijnen kunnen we vier zaken onderscheiden. Dus verbeteren van de waterhuishouding, aanpassing in je bemesting, bouwplan, of het telen van groenbemesters en de grondbewerking.